In Jona 4 zien we dat Jona het oordeel over Nineveh uitspreekt. En hij wil dat het zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Jona 2, dat was het gebed van Jona in de vis. De vis heeft hem uitgespuwd. En nu wil hij dat het oordeel zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Maar God doet het niet. Dat staat in dit hoofdstuk, Jona 3 aan het eind. Hij deed het niet. En heel veel Nederlanders vinden ook dat de coronacrisis maar zo snel mogelijk afgelopen moet zijn. Misschien gebeurt dat ook niet. Dat kan God doen. Dat het niet gebeurt, dat het niet ophoudt, maar dat het doorgaat. Is dat dan ook Gods genade en barmhartigheid? Want dat Nineveh niet verwoest wordt, is Gods genade en Gods barmhartigheid. Maar dat die coronacrisis niet ophoudt, is dat ook Gods genade en barmhartigheid of is dat zijn toorn? Toorn. Het heeft zeker met zijn toorn te maken. Ik denk dat hij er ook wat goeds door uitwerkt. Precies. Ja. Ja. En wat zie jij? Dat mensen zich nog kunnen bekeren tot hem. Ja. Ja. Langmoedigheid. Ja. Langmoedig blijven. Langmoedig. Ja. Verdraagzaamheid van God. Ja. Dat er een bekering ook komt. Ja. In Nineveh gebeurde dat in een flits. 1 dag was voldoende. Hij had er 3 dagen over moeten doen. Of nog langer, Jona. Maar daar gebeurt het in 1 keer. Maar bij ons zal er wel langere adem voor nodig zijn. God zal nog wel geduldiger moeten zijn, denk ik, dan bij Nineveh. Nog zo'n vraag om over na te denken. Heel veel landen hebben het moeilijke voorbeeld van de Verenigde Staten hebben ze eigenlijk nagevolgd in de tijd van corona. America first, dat was de Trumpse slogan, dat was Trumpse uitspraak. Amerika op de eerste plaats en dan pas al het andere. En Amerika kocht ook met groot geld vaccins in, overal in de wereld. Maar Canada deed het nog bruter eigenlijk, die kocht 5 keer zoveel vaccins in dan ze eigenlijk voor hun bevolking nodig hadden. Maar die werden op de voet gevolgd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dat is Engeland, en Australië en de Europese Unie. Die kochten ontzaglijk veel in, veel meer dan ze in feite nodig hadden. En voor Afrika blijft bitter weinig over. En ondanks alle goede bedoelingen van het COVAX-initiatief, dat is een organisatie die behoort bij de WHO, dat is bij de Verenigde Naties, de World Health Organization, de Wereldgezondheidsorganisatie, die begeleidt ook die coronacrisis en die zegt, daar moet een vaccin zijn en daar, die hebben daar overzicht over. En om dat te voorkomen dat Afrika dus helemaal geen vaccins krijgt, of nauwelijks, dan, dat proberen zij te voorkomen, maar als dat niet gebeurt, als Afrika niet gevaccineerd wordt, als die mensen niet geprikt worden, ja, dat is levensgevaarlijk. Dan blijft de wereld, zegt die organisatie, de WHO, altijd met de corona zitten. Dat zal niet ophouden. Dat zie je ook in Brazilië, dat zie je in India. Steeds ergere variaties zie je optreden die misschien tenslotte niet meer te onderdrukken zijn. Maar hoe kun je hier de schimmige figuur van Jona aanwijzen in die politiek van die landen? Denk aan zichzelf denken. Ego, eigen ik. Ja. Dus die Jona-houding die kom je overal tegen. Dat lijkt een goede houding. Jona had ook liefde tot zijn volk. Daarom deed hij dat. Daarom wilde hij dat Nineveh maar ondersteboven werd gekeerd. Dan zou het niet tot een vijand worden. Maar hij was toch kortzichtig, want God die dacht veel verder. God heeft heel de wereld lief, ook Nineveh. En Jona dacht ook eigenlijk meer aan zijn eigen genot dan aan het behoud van mensen. Ja. Tot hij de prediker met de slechtste motivatie die je kunt indenken. Ja. En toch heeft hij de grootste zegen gehad die je kent uit de hele geschiedenis. Het is een hele kromme stof.
Gert-Jan, zou je dit ook eens willen lezen? Vers 1 en 2 is dat. Jona 3, vers 1 en 2. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Ja. Nou, dan nog een vraag om over na te denken. Toen sprak de Heere tot de vis en spuwde Jona uit op het droge. Dat is Jona 2 nog, het laatste vers van Jona 2, de vorige studie. En onderaan zie je staan, het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. En dat zijn eigenlijk dezelfde woorden als in Jona 1. Toen Jona voor het eerst door God werd geroepen, zijn dat eigenlijk dus bijna dezelfde woorden, maar toch anders. Zowel het woord dat tot Jona komt, het woord van de Heere, als de opdracht die Jona krijgt. En wat Jona deze keer moet gaan doen. Jona is veranderd. Hoe komt dat? Hoe zou dat komen? Jona is veranderd. Jona 1. Zie je hem naar zee gaan op het schip. Na de uitspuw van aan het strand. Hoe was hij veranderd? Ik denk nog iets eerder. Of in de vis. In de vis al. In de vis, ja. Dat lekt ook. Ja. Moet je daar denken. Ja. Hij kwam tot bezinning. Ja. Ja. Hij heeft denk ik ook wel gedacht, als ik nu nog niet gehoorzaam ben, dan ga ik het niet overleven. Ja. En heeft het toch nog weer gedurfd. Ja. Dat was hard leers. Ja. Dat is een echte Jona. Is dat voor die bom die verdwenen? Dat was aan het eind. Dat was aan het eind, hoofdstuk 4. Ja. Ja, ik denk het ook. De vis heeft hem veranderd. De lockdown. Ja, pikkerdonker. Afgesloten van de wereld. Dat heeft hem veranderd. Dus eigenlijk zou dat stilte moment wat wij allemaal krijgen in Europa en op heel de wereld, zou heel nuttig kunnen zijn voor de mens om tot bezinning te komen. De Heer doet niet zomaar iets. Dat van Jona lijkt er heel veel op, vind ik zelf. Het was daar pikkie donker in die vis. En Jona die kermde het uit. Maar de Heere die doet het licht weer aan. Want die vis die spuwt Jona uit op het droge. En dan ziet hij de zon weer schijnen. En hij zegt, ik ben het licht der wereld, Jona. Dat ben ik. En hij zegt ook tegen Jona, Jona, ik laat je niet los. En net als Petrus, bij dat vuur aan de zee van Tiberias, met die visjes en die broden, bij de Heer Jezus, dan herstelt de Heer Jezus Petrus in het apostelambt. En zo gebeurt het ook met Jona. Sta op, Jona, ga naar die grote stad Nineveh en predik tegen haar. Als die zo besmeurd door die derrie uit die vis op het strand ligt, komt het woord van God tot hem. En hij moet zich afspoelen in het water, zijn kleren laten drogen en hij moet naar Nineveh gaan. Het woord dat ik tot u spreek. Het is alsof de Heer tegen hem zegt, Jona, je hebt gelijk gehad. Ik zal barmhartigheid bewijzen aan elk die ik wil. Dat heb je toch tegen mij gezegd. Ja, ik wist wel dat u genadig en barmhartig was. Nou, daar ben ik. En de Heer die bepaalt heel nadrukkelijk nu wat er gepreekt moet worden in Nineveh. Het reisdoel is nog steeds hetzelfde, dat is dus Nineveh. Maar de inhoud van de opdracht van God is toch een beetje veranderd, is bijgesteld. Het klinkt nu enigszins anders dan in Jona 1. Want daar lees je, hun kwaad, dat van Nineveh, is opgestegen tot voor mijn aangezicht. En dat zegt de Heer nu niet meer, in Jona 3, tegen hem. Dat hoor je hier niet. Dus de Heer heeft het gewonnen van Jona. Daar is Jona ook overheen. Dat het kwaad van Nineveh, en dan moet u toch wat aan doen, God. Dan kunt u toch zomaar niet laten bestaan. U moet die stad toch omkeren, zo'n goddeloze stad. Nee, dat zegt de Heer nu niet meer. De Heer laat het nu duidelijk voelen, ik ga barmhartigheid bewijzen. Zoals ik jou ook barmhartigheid heb bewezen. Jij zat in de vis.
Genadig en barmhartig was ik voor jou. Jannie, zou je vers 3 willen lezen? Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. Dat betekent dat hij om de muren heen lopend zou hij de 3 dagen overdoen. Dus 13 kilometer. Ja. Ja, maar hij moest onder Nineveh heen. Ja. Maar hij moest die keer ook nog van de muren dan afstappen en de stad ingaan. Maar hij deed maar 1 dag. Ja. Toen keerde ze zich af. Ja, prima. Heel goed. Okay. Ja. Had er genoeg van. De Heere had Jona ook ineens in Nineveh kunnen zetten. Dat deed de Heere ook met die evangelist Filippus. Die was op de weg van Gaza naar Azote. En toen kwam die moorman, die kwam opstappen. Maar Filippus was daar in de geest, of hoe dan ook, naartoe gebracht. Dat had de Heer ook met Jona kunnen doen. Maar Jona, die wordt gedwongen die hele afstand uit het land Kanaan, waar hij op het strand werd gespuugd, waarschijnlijk, helemaal te lopen naar Nineveh. Naar duizenden kilometers. Jona moest dus bewust die lange reis maken. En gedurende die lange reistijd kon hij nadenken over zijn eigen houding en over alles wat er met hem gebeurd was. Waarom heeft de Heere dat nu gedaan, in de vis gebracht en er weer, hij is er ook weer uitgespuugd. Maar hij kon ook weer bevestigd worden in zijn ambt. Hij krijgt voor de 2e keer de roeping, ga naar Nineveh. En dat moet hij plaatsen in zijn hoofd. Hoe moet hij dat doen? Net als Petrus. God heeft dus werk voor Jona in die grote wereldstad. Maar Jona voelt dat wel aan. God gaat zich ontfermen over die grote wereldstad. En van die wereldstad kun je niks anders zeggen dan van Amsterdam en alle wereldsteden op het ogenblik. Daar is niks anders dan goddeloosheid. En daar is niks anders dan opstand tegen God. Ze kennen God niet. Ze weten niet wie God is. Dus ze zijn het wel waard om omgekeerd te worden. Dus als je naar Nineveh kijkt, dan is er geen hoop voor die stad. En als de Ninevieten zich niet bekeren van hun zonden en van hun goddeloosheid, dan zullen ze het kwaad, dan zullen ze het oordeel niet kunnen afwenden. En dan wordt die stad omgekeerd. Dat is onherroepelijk zo, want God die ziet niks door de vingers. Ook van de Ninevieten niet. Psalm 72, vers 16, die zegt het al, wat Gods bedoeling is. En dat geldt dus ook voor de Ninevieten. De stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Ook de steenwoestijn, ook de asfaltjungle, dat noemen ze wel eens in New York, Amsterdam, waar zoveel verkeer rijdt op het asfalt, een asfaltjungle. Daar moet de stem van de roepende God klinken. God kent die grote stad Nineveh. God kent die grote stad New York. En noem maar op, de wereldsteden. En Amsterdam. Nineveh, waarin alleen al 120.000 kindertjes zijn. 120.000 kleine kinderen. En dan staat er in de Bijbel, die weten het onderscheid niet tussen rechts en links. Dat weten ze gewoon nog niet. Dat betekent gewoon, ze zijn zich nog niks van kwaad bewust. Ze zijn eigenlijk nog heel onschuldig. Ze zijn zich niet bewust van het kwade. Ze zijn natuurlijk ook in onze zonde ontvangen en geboren, als ieder mens. Maar dat bewustzijn van het kwaad, dat kennen die kleine kinderen niet. Dus zo wordt dat genoemd vanwege die zeer jonge leeftijd. En de Heere die praat zelfs, die spreekt zelfs over het vee, over de koeien, de schapen. Die gaan hem ook ter harte. Een stad met zo'n geweldige miljoenenbevolking, een wereldstad. En de Heere die kent die mensen. Hij weet ook dat er heel veel volwassenen wonen. Die wel zonder hem leven. Die helemaal geen gedachten aan God hebben. Maar die toch vatbaar zijn voor de prediking van Jona. Want Jona hoeft maar 1 keer iets te zeggen. En er komt binnen. Het slaat naar binnen. Dus die mensen zijn voorbereid door de Heilige Geest. Een prediking van berouw en van bekering, dat accepteren ze, dat land.
Nineveh, dat ligt aan de Tigris, een grote rivier. En het is een geweldig grote stad. Een stad van 3 dagreizen. En de profeet Nahum, die vertelt van die stad, dat die vol is van fabelachtige rijkdom. Dat is 100 of 200 jaar later is dat ongeveer. En van grote werelden, maar ook van grote verkwistingen. Die mensen die gooien het geld over de balk en die besteden het aan allerlei dure dingen. Ze zijn overmoedig, ze zijn vol van zinnelust. Ze kijken naar andere vrouwen en de vrouwen naar andere mannen. Maar het is ook een stad van geweld, staat er. Geweld. De muren van Nineveh die zijn 30 meter hoog. Dus zo hoog als hier de toren van de Zuiderkerk. En die zijn zo breed, die muren, dan kunnen 3 wagens, gewone ruime wagens, gewoon naast elkaar kunnen ze daar rijden. Die stad die moet ook een oersterke fundering hebben, want op die muren die zo breed zijn, staan ook nog eens 1500 verdedigingstorens en elke toren is 60 meter hoog. Dus dat moet die muur kunnen dragen, dus die heeft een geweldige fundering. Nou, dan heb ik hier een vraag om over na te denken. De Statenvertaling die noemt Nineveh een stad gods. Dat lees ik niet in de herziene Statenvertaling. Ook wel jammer, maar de Statenvertaling die doet dat wel, een stad gods. En wat is dan het verschil met de stad uit Hebreeën 11 vers 10, die Abraham verwachtte? Abraham die verwachtte een stad, en dan staat er, die fundamenten heeft. Nineveh heeft geweldige fundamenten, maar Abraham die verwacht een stad die fundamenten heeft. Zou je dat ook een stad gods kunnen noemen? Juist. Een fundament op het woord van God. Ja. Want over steden, daar vertelt die banaan nogal wat over, dat steden in de Bijbel heel vaak een slechte reuk hebben, een kwade reuk. En dat komt omdat Kaïn, de eerste mensenmoordenaar, bouwde de eerste stad. Hè? Ja. Dat was dan, noemde hij naar zijn zoon Henoch. En dan kwam er een tweede stad, Nineveh. En een derde, Babel. Allemaal van die slecht bekendstaande steden, Ur der Chaldeeën. En dan zien we straks dat God de stad Jeruzalem wil hebben. Maar dat wordt dan de stad van de vrede. Ja. Maar de stad heeft een hele slechte betekenis, steeds in de Bijbel. En waarom? Wat Nahum al zegt, onrecht, onderdrukking, alles op geweld gebaseerd. En ja, er zijn een stelletje de baas en de rest wordt misbruikt, kun je wel zeggen. Precies, er hoeft niet per se doodslag te zijn dan. Nee. Maar wel criminaliteit, wel onderdrukking. Onderdrukking. Ja, en ook heersen. Sociaal onrecht. Ja, je hebt, als je Genesis leest, vandaar het fundament, dan zie je akkerbouwers en stedenbouwers. Ja. En dat zijn 2 groepen mensen. Dat zijn ook 2 geslachtslijnen. Ja. Ja. Ja, en stedenbouwers komen er helaas wat minder goed vanaf. Ja. Ronduit de tegenstander. Ja. Rijkdom. En daarom heeft God dat ook gesteld in Jeruzalem als symbool van het hemelse Jeruzalem. Ja. Het tegenovergestelde. Ook weer een stad, maar dan juist zwart-wit, stad van vrede. En die heeft fundamenten, daar kan Nineveh niet tegenop. Nee. Nee. Dat is dus werkelijk de stad Gods. Ja. Nou, dat is wel mooi om daar even over na te denken, want het is best wel belangrijk. In deze geschiedenis, ook wat Jannie zegt. Goed. Vers 4 en 5. Ja. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei: nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan. Van de grootste tot de kleinste onder hen. Ja, mooi. Ja. Kan ik straks jou laten lezen, Arjan, een volgend vers? Nee, nu nog niet hoor, maar als het hier op het scherm staat. Ja? Goed. Jona komt dus in dat gewelddadige Nineveh. Jona 1 vers 2 wat ik al noemde. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht, zegt God daar. Dat zegt hij dus in Jona 3 niet meer. Maar het blijft wel zo.
Wie het over geweld heeft, moet je niet denken aan lichamelijk geweld, lichamelijke wreedheid, doodslag, en het lichaam kapot maken van een ander. Maar het geweld zit dus ook in de criminaliteit. We zouden nu zeggen de drugshandel tegenwoordig. Sociaal onrecht, onderdrukking. De rijken die verbeelden zich heel wat. Die denken als ze veel geld hebben, dan mogen ze de armen ook neerbuigend behandelen. En hun het recht ontzeggen. Je ziet daar aan de toeslagenaffaire, dat is een duidelijk voorbeeld. En de rijken, dus die de armen onderdrukken, verschrikkelijk. Ja. Nineveh die deed ook heel veel met oorlogen. Dan roofden ze allerlei steden en andere landen leeg. Kijk, en dat hielden hun dan zelf. En ja. Dan zorgden ze verder niet voor die landen. Nee, maar dat was ook iets wat echt ook naar voren kwam. Roof gewoon. Ja. Ja. Gewoon verschrikkelijk, ja. Jona is uitgespuugd door die vis. Jona lag heel zwaar op de maag van die vis. Hij werd er uitgespuugd. Hij werd eigenlijk diep vernederd. Ook zelfs door die vis, door God. Maar Jona is ook een toonbeeld van Gods barmhartigheid. Die man uit de vis, die weet hoezeer de Heere te vrezen is. Dat weet hij nu. Daar is hij achter gekomen. En als je in de gemeente in Bohemen komt, in Tsjechoslowakije was dat vroeger, Tsjechië, en Bohemen ligt daar ook een provincie, dan had je daar de Moravische broeders, of de andere soorten broeders waren dat. Maar die, hun preekstoel, hun samenkomsten, had vaak de preekstoel de vorm van een geopende vissenbek. En de prediker, die komt daar dan binnen, en dan komt hij eigenlijk zo uit de bek van de vis, komt hij tevoorschijn. Dat is dus gedoeld op Jona. Jona, de man uit de vis. Zo dient hij zich in Nineveh waarschijnlijk ook aan. En Jona is zo een type van de Heer Jezus. De man, niet uit de bek van de vis, maar de man uit de buik van het graf. Zo komt de Heer Jezus naar voren. Uit de schoot van de aarde. Op de derde dag met de opstanding. En Paulus zegt, als het voor mij kan, dat hij voor mij gestorven is, dan kan elke zondaar zalig worden. En eigenlijk zou Jona dat ook moeten zeggen, maar dan krijgt hij moeilijk over zijn lippen. Hij zou zo in Nineveh moeten prediken als Paulus heeft gedaan. Het kon voor mij, ik ben gered. Die vis die spuugde mij uit. Die vis die lustte mij helemaal niet meer. En dat kan het toch voor jullie ook, maar zo heeft hij niet gepredikt, Jona. En Petrus die zegt dat ook. Zie eens hoe hij mij bekeerd heeft. Ik ook zo'n groot zondaar. Ik heb de Heere verloochend, de Heer Jezus. En hij heeft mij weer teruggezet in het apostelambt. Maar dat beluister je bij Jona niet. Vroeger hoorde je in reizen, en dat weet ik nog heel goed, als jochie van 10 of 8, dat weet ik niet meer. En Henk, die weet het ook wel. Dan hoorde je in de verte Jan met de pannen aankomen. Jan met de pannen. Ja. Hij sloeg op een koperen pannendeksel met een klopper. En dan riep hij overal de burgemeester van Rieselen bekendmaken. Nou, hij bracht zo de officiële mededelingen rond. Overal in Rijssen was dat. En dan zei Mimo, die zei tegen mij, God is hem rusten. God is hem rusten. Hij kan van belang zijn. Vertelt het eens even, Toes. Nou, en zo is het mogelijk ook in Nineveh gegaan. Jona is meteen begonnen. Straat na straat is hij doorgetrokken met zijn boodschap. En op elke hoek is hij stil blijven staan, dat de mensen van twee straten hem in het zicht konden krijgen. En de een die hoorde Jona roepen, en de andere die vroeg, die hoorde het niet zo goed. Wat zegt die man? Wat zegt hij precies? En een derde die vertelde het. Hij zegt, onze stad zal over 40 dagen verwoest worden. Zal omgekeerd worden. Jona die doet dat één dag. Één dag lang. Dan hoeft het ook niet meer. Eigenlijk ook niet meer van de Heere. Want de Heere die zorgt er zelf voor. Dat na één dag de hele stad het weet. De mensen vertellen het aan elkaar door. Die Jona niet persoonlijk hebben gehoord. En Jona die heeft geroepen.
Houd onmiddellijk op met al dat onrecht. Hou onmiddellijk op met al dat geweld wat jullie uitoefenen. En zo wordt hij het gesprek van de dag, want hij wijst precies de zonde aan. Het geweld heerste in Nineveh. Het onrecht was er. Dan hoefde hij niet veel woorden aan vuil te maken. En hij was het gesprek van de dag. Op de straat, thuis, in de winkel, in de herberg, op het stadhuis, in het paleis van de koning, overal. En Jona die heeft vast en zeker met grote overredingskracht heeft hij gesproken. Heeft de boodschap van God heeft hij luid en duidelijk gebracht. En het legde beslag op de mensen. Zo heeft hij die boodschap ook gebracht. Maar toch hoogstwaarschijnlijk heeft Jona niet verteld dat als Nineveh zich bekeert, dat het onheil niet zal komen. Dat hoor je niet. Dat heeft hij niet gezegd. Maar dat is heel duidelijk voor de koning. Dat is heel duidelijk voor al die mensen. Voor de koning en de groten. Dat is dus de vraag. Want ze zeggen, wie weet, hij mocht zich wenden. Hij mocht het oordeel van ons afwenden, die God van Jona. Dus Jona is als een boeteprediker is hij rondgegaan. Als Johannes de Doper, dat was ook een boeteprediker. Maar de werking van Gods geest heeft de harten van die Ninevieten verontrust. Dat is het werk van God. En dat kwam door die goddeloosheid in de stad. Dat voelden de mensen ook als een zware steen op hun leven liggen. Misschien wilden ze daar ook wel van verlost worden. Eindelijk is iemand die het aanwijst. Die goddeloosheid die ons pijn doet en die verschrikkelijk is. De mensen, staat er in vers 5. De mensen in Nineveh, ze geloofden in God naar het woord van Jona. En in het Hebreeuws staat daar, geloven aan God doen ze daar in Nineveh. Geloven aan God, daarmee begint het dus. Het geloofsleven. Daarmee begint het nieuwe leven met God. Geloof, dat is het eerste. Geloven aan God, wat hij spreekt is de waarheid. Wat Jona zegt, is echt zo. Hij wijst precies aan waar wij mee zitten. De goddeloosheid. En daar willen wij van af. Dat zal vast en zeker zo geweest zijn. Het heeft Gods geesten al lang laten zien. Arjan. Zou je het willen lezen? Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, wilde zich in een rouwgewaad en ging in de stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen, mens en dier, runder en schapen mogen niets eten, niet gras en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, rouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Ja, moest kijken wat voor woorden ze zeggen. Ja. Epidemiologen die vertellen ons precies wanneer nou de piek van de derde coronagolf geweest is. Wanneer we die kunnen verwachten. En welke consequenties dat zal hebben voor het hele coronabeleid. Als bedrijven dreigen om te vallen, dan hebben economen en financiële adviseurs, die weten precies te zeggen, we moeten dit, we moeten dat, daar moet een paar miljard naartoe. En naar die uithoek van de samenleving moet een paar miljard naartoe. Dat weten ze precies. Joe Biden, de nieuwe president van Amerika, die strooit ook met miljarden. En net als Roosevelt, president Roosevelt in de oorlog en voor de oorlog, heeft hij een soort nieuw deal, noemen ze dat, een nieuw genootschap, een nieuwe afspraak met het volk gemaakt om het volk uit de crisis te helpen. Om ze te ondersteunen. Nou, Joe Biden wil ook zoiets, een nieuw deal, net als Roosevelt. En volgens de econoom Milton Friedman, een oudere econoom, dan brengen alle crisis die er zijn in de wereld, die brengen verandering. Dan gaat het ineens heel anders in de wereld. Crisis zijn dus nodig, die zijn dus eigenlijk goed, zegt die Friedman. Echte verandering
van onze manier van leven, vooral hier in het Westen, ja, in ons denken ook, dat is nuttig, dat is nodig. Ik denk ook dat het goed is. En dat er ook nu ook een nieuwe Nederlandse regering komt die daar echt rekening mee houdt. Met de verschrikkelijke puinhoop die we er in de natuur, in Gods schepping ervan gemaakt hebben. Ja. En overal waar mensen bezig zijn, te land, te zee en in de lucht, daar maken ze er een puinhoop van. En ze ontzien niet Gods schepping. Nergens. Hoe moeten we met de welvaart omgaan? Moeten we met z'n allen niet een stapje terug? Moet onze veeteelt niet anders ingericht worden, onze landbouw? Om de natuur enigszins te sparen. Denk aan die weidevogels, je hoort ze helemaal niet meer. Tenminste, als ik 's morgens vroeg in Elsenveld, je ziet geen kieviet meer, geen grutel meer, niks. Er zijn nog een paar veldjes, dat zal in Rijs nog wel enigszins zijn. Bij ons achter zitten ze nog wel. Daar zitten ze nog wel. Gelukkig wel. Ja. Ik woon aan de goede kant. Maar daar ben je toch blij mee, ja, als heerlijk. Je ze dan hoort. Maar okay. Ik word er verdrietig van als ik ze niet meer hoor. En ook dat vogelgezang 's morgens vroeg. Dat was 10 jaar geleden in de lente, dan daverde het. Dat was een groot concert. Ja, nu hoor je ze 's morgens ook wel. Maar het is niet meer dat massale geluid wat je hoort. Dat is echt grotendeels op de terugtocht. En daar hebben mensen geen oog voor. Goed. Maar het coronavirus maakt ons gevoelig voor een ander verhaal. Als zulke verhalen nu worden gesproken, luisteren mensen toch beter dan 2 jaar geleden. Toen wilden ze dat niet horen. Klimaatonkenmer waren er toen nog volop. Dat is nu toch een stuk minder. De prediking van Jona maakte mensen in Nineveh ook gevoelig voor het beste verhaal wat er is. Het verhaal van God. Het plan van God. Het gaat om hem. Het gaat de Heere, bedoel ik, om heel de schepping. Mens en dier en planten. Heel die stad, die leefwereld. En daar is een omkeer nodig. En zo laat God die prediker Jona door de stad heen gaan. 1 dag slechts. En toen had God zijn doel al bereikt. Want als we God wegcijferen uit ons leven, uit ons maatschappelijk bezig zijn, ja, dan kun je rampen verwachten. Dan kun je onheil verwachten. Want er klinken genoeg alarmsignalen. Als je het ene gehoord hebt, dan staat er weer een ander signaal te wachten, wat nog veel duidelijk schettert dan het eerste. En als de ene sirene uitgetoeterd is, dan begint de andere sirene alweer te loeien. Alarm op alarm, overal, in heel de wereld. Alle seinen staan op rood. De hele wereldstad, de hele wereld zou je kunnen zeggen, is Nineveh aan het worden. Nineveh werd door 1 preek van Jona, door die ene zin van Jona, die gedurende 1 dag uitgesproken werd, raakte Nineveh ondersteboven. Het effect was dat van 1 prediking. En het was gelijk overal zichtbaar. Dat kon je zien aan de mensen. Van het koninklijk paleis toe tot de beestenstal toe. Overal kon je dat zien, ook in de stallen. De mensen van allerlei rang en stand, ze kleden zich in rouwgewaden. Ze gingen in het zwart, zeg maar, of in zak en as. Om te laten zien, we zijn bedroefd van binnen. We zijn verdrietig van binnen. Er gaat iets verschrikkelijks gebeuren, maar daar zijn wij de schuld van. Dat is onze oorzaak. Wij zijn zo dat die Godheid er reden toe ziet om ons te straffen, om ons te doden. En ze vasten ook. Dat is ook een belijdenis dat ze geen recht meer hebben op eten. Ze hebben geen recht meer op drinken, op 1 hap brood. De Ninevieten, ze gaan in zak en in as. Vers 6 is heel belangrijk. Hij legde zijn opperkleed af. Hij legde zijn macht af. Als je leest in het Nieuwe Verbond, dan komt Jezus bij Bartimaeus. En dan moet hij opstaan. En wat doet hij? Hij legt zijn mantel af. Ja. En dan laat hij zich bekleden met Christus. Kijk, ja. En dat is ook weer iets wat wij vaak overheen lezen. Ja. Maar hij legt zijn eigen macht af. Ja. Dat is heel belangrijk. De koning. Ja, het gaat om de koning, hè? Ja. Ja, en ook die andere machthebbers. Ja. Ja.
Hij wordt klein en nederig. En hij beschouwt, ook die koning beschouwt zich als waardeloos materiaal, als afval. We deugen nergens meer toe dan om weggeworpen te worden. Zo zegt Paulus het later ook. Hè. Iedereen doet mee. Iedereen wordt opgeroepen. Als ze niet meedoen, dan moeten ze gewoon, dan worden ze gedwongen. Je denkt ook wel eens al die dieren in de bio-industrie. Varkens die aan de lopende band gedood worden. De koeien aan de lopende band. Is dat respectvol met dieren omgaan? Zou God daar niet om geven? Hier geeft God er wel om. De koeien, schapen moeten meedoen met het vasten, met het roepen. Je kunt niet zeggen het bidden, maar in elk geval het roepen vanwege de honger en vanwege de dorst. Maar God hoort de pijn van die dieren ook. Dat klinkt hem ook in de oren, dat loeien van die koeien en dat geblaat van die schapen. Dat hoort hij even goed als het schreeuwen van die mensen die roepen, o God, we hebben u op het hoogste misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Nou, dat zouden kerkmensen zeggen. Ja, een mooie psalm. Ja. Maar God bekommert zich ook om de runderen en om de schapen. Echt. Nineveh zou je kunnen zeggen is een schouwspel of is een voorspel van, ja, dat de hele schepping eigenlijk verlost zal worden van zonde en van dood. Jesaja 65 vers 11 zegt dat. Jesaja 65 vers 11 die noemt, de wolf zal verkeren met het lam, zal met het lam omgaan. Ze zullen naast elkaar liggen en de wolf zal niet bovenop het lammetje springen om het te verscheuren. De koe en de berin, ze zullen tezamen weiden. En het kind zal spelen in het hol van een adder, in het hol van een slang. En die slang die zal dat jongetje of dat meisje niet bijten. Maar zo gebeurt het hier ook. Er wordt iets geweldigs zichtbaar hier in Nineveh. Het hele openbare leven komt tot stilstand. We kennen daar iets van met die lockdown. De treinen dat die niet meer reden. Nauwelijks nog verkeer op de weg wat er reed. Alle terrasjes dicht, dat was in Nineveh ook. Alle winkels gesloten. De horeca, de horeca, die ligt plat. En horeca. Geen niks. Maar zo ging dat daar in Nineveh ook. En die stad die wordt vervuld met geluid. Met huilende kinderen. Want die krijgen geen eten en geen drinken meer. En die schreeuwen van de honger. Die schreeuwen van de dorst. Maar ze krijgen niks. Loeiende koeien. Blatende schapen. Jankende honden. En boven dat alles uit. Daar klinkt het geschreeuw van vooral volwassen mensen. Luid roepen om genade. Om ontferming. Heer, erbarm u over ons. Erbarm u over ons. Dat klinkt er. Daarvoor is dat vaste bedoeld. Gert-Jan. En hij deed het niet. Toen zag God wat zij deden. Dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Wat een prachtig woord. Hè? Ja, Anne van der Bel heeft er een boek over geschreven. Hè? En God bedacht zich. Ja. Ja. Voor iedereen die vastzit in een God die alles in beton gegoten heeft. Ja. En waar niets meer kan veranderen. Zijn dit de teksten. God deed het niet. Hij veranderde. Hij veranderde van zijn gedachten. Van gedachten. Het is genade. Het is pure genade. Hij is menselijk ook. Hij is bovenmenselijk, maar ook menselijk. Hij is goddelijk. God zag wat ze deden. God hoorde dat geroep van die koeien en van die schapen. En dat gehuil van die kleine kindertjes, van die 120.000 kindertjes, die het verschil niet wisten tussen hun linker en hun rechterhand. God hoorde dat geroep van die volwassen mensen. En dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. Dat geweld, dat kwam niet meer voor. Dat lieten ze. Dat was het eerste wat ze lieten staan. Hun zonden deden ze niet meer. En dan zegt de Heer Jezus hiervan, in Matteüs 12 vers 41, de mannen van Nineveh, ze zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. En dan kijkt hij de mensen aan die om hem heen staan, met dit geslacht. De fariseeën, de schriftgeleerden,
maar ook de discipelen. En die mannen van Nineveh, die zullen dit geslacht veroordelen. Want zij bekeerden zich. Eén dag heeft het slechts geduurd, de preek van Jona. En ze bekeerden zich al. Ze gingen in zak en in as en ze riepen tot God. Op de prediking van Jona, moet je eens nagaan, Jona. Toch de slechtste profeet die je kunt indenken. En ziet, zegt de Heer Jezus dan, meer dan Jona is hier. Dan ben ik de Godmens, de Zoon van God, die zo optreedt, die wonderen doet, wonderen laat horen, die zo predikt, die zo liefdevol is. Allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij, ik zal je rust geven. Jona kon geen rust geven. Jona was al een en al onrust. Maar de Heer Jezus gaf rust en vrede. Meer dan Jona is hier, zouden we het dan niet bij hem zoeken, bij Jezus, de Godmens. Hij is alles, heeft de hemel verlaten. Hij is mens geworden om ons. Precies dezelfde dingen meegemaakt die wij meemaken. Alleen de zonde heeft hij nooit gedaan, gelukkig niet. Maar, zegt de Heer Jezus dan eigenlijk, op die grote dag der dagen, als het oordeel uitgevoerd zal worden, dan zijn deze mannen van Nineveh, en ook die vrouwen en ook die kleine kinderen, die zijn getuigen aan charge tegen de mannen van Jeruzalem. Dus ze zullen getuigen tegen hen. Wij hebben ons bekeerd. Wij hebben het woord van God hebben wij gehoord en ook gedaan. Zij bekeerden zich dus op die ene preek van Jona. Zo machtig is God. Nou, er was dus een vrouw uit de kring van de bevindelijk gereformeerden. Dat is de gereformeerde gemeente, oud-gereformeerd, Oranjekerk, de S-kerk. Ja. De bevindelijk gereformeerden worden die genoemd en ook wel de hersteld hervormden. Die worstelde haar hele leven met de vraag van de zekerheid van het geloof. Ben ik er nou wel of heb ik het nou niet? En ze twijfelde daar ontzaglijk aan. Ze had ook een ongelovige man getrouwd, dus dat steunde haar ook niet. Die deed nergens aan, die geloofde er niks van. Maar die man die was haar wel zeer ter wille. Het was een goed huwelijk. En die man die gunde deze vrouw de kerkgang. En ze bezocht de ene na de andere dienst. Ze was zo onrustig. Ze wilde vrede voor haar hart wilde ze vinden. Ze wilde die stem uit de hemel horen, overduidelijk. Je hoort bij mij, dat God dat persoonlijk tegen haar zou zeggen. Maar ze vond de rust, vond ze niet. En toen op een keer, toen vroeg ze aan haar man. Man, ga nou alsjeblieft eens een keertje mee. He, gewoon eens een keertje met mij, dan hoor je ook waar ik mee bezig ben. Dat wilde ze gewoon graag, om ook eens een keer iets te delen. Het was een evangelisatiedienst. Hij had er eigenlijk niet veel zin in. Maar hij zegt tegen zijn vrouw, ik zal jou wel brengen. En dan blijf ik wel in de auto zitten tot je weer uit de dienst bent. En hij zei het, maar ze zei het eigenlijk nog een keertje. Doe het dan voor mij deze keer. En ze zei het vol overtuiging ook. Nou. En die man, die zegt dus nog, ja, ik zal vanavond met je meegaan. En hij is één keer naar een evangelisatiedienst is die geweest. En dan neemt hij het woord, neemt hij aan. Heel eenvoudig, met de grootste vanzelfsprekendheid. Dat woord is voor mij. Hij ervaarde dat hij een zondaar was. Tot en met. Hij zag dat de Heer Jezus voor zijn zonde was gestorven. En dat het goed was. En dat God niks aan zijn werken had. Helemaal niks. Maar het was in één ogenblik was het gebeurd. En dan, eigenlijk zei die vrouw tegen hem, gaat het zo bij jou? Wat gebeurt hier? Hier snap ik niks van. Dan loop ik al tientallen jaren naar te zoeken, naar vrede, naar rust, naar helderheid. En hij krijgt het zomaar in één keer, mijn man. Eigenlijk was die vrouw een beetje jaloers op die man. Maar het is met haar ook goed gekomen. Zij heeft ook de vrede voor haar hart heeft ze mogen vinden, maar via haar man. En die man die nam het terstond met vreugde aan. Het woord van God. Heer Jezus zegt in Marcus in die gelijkenissen. Ja, die mensen die dan zo gauw vreugde beleven, weet je wel, die het met vreugde aannemen.
ja, die zullen verdorren en dat groeit niet op. Maar het is echt niet altijd zo. Het hoeft echt niet. Deze man die nam het met vreugde aan en het had wel degelijk diepgang ook. Hij was ten volle overtuigd van het heil in Christus. Zegt de Bijbel niet, op de Pinksterdag, die dan zijn woord gaarne aannamen. Ja, precies. Ja. Die werden gedoopt en die werden toegedaan. 3000 zielen. Ja. Daar gaat het om. Ja. Ja. Maar de Heer Jezus heeft ook zo'n ernstige gelijkenis nog wel. En dan wordt het onderverdeeld. Daar word je opeens bang van. Maar die mensen in Nineveh die bogen in het stof. Ze vasten, ze baden. En toen die 40ste dag ten einde was, toen zijn ze op gaan staan. En toen keken ze elkaar aan. En er kwam een lach op hun gezicht. En hij doet het niet. Hij doet niet wat hij zegt. Wij leven nog. En ze hebben elkaar vastgehouden. En ze hebben elkaar gefeliciteerd. En er was blijdschap en vreugde in die stad. Hij doet het niet. Wat die man zei uit die vis, dat doet hij niet. En dan, net als in Jona 3. Jona 3, dan zien we Jona dat hij wel gewillig is. Als hij uit de buik van die vis komt, dan gaat hij naar Nineveh toe. Hij is gewillig. Maar zo, waar we het net over hadden met Pinksteren of na Pinksteren, is er een klein stukje Israël. Dat waren echte Israëlieten. Israëlieten, Joodse mannen en vrouwen. Met een verlangend hart zijn ze erop uitgetrokken. En ze getuigden onder alle volkeren. Waren ze in die streek uitgesproken, dan gingen ze naar de volgende streek toe. De Heer Jezus had hun dat opgedragen. De Heer Jezus had gezegd, je moet gaan tot aan de einde van de wereld. Nou, Johannes, Petrus, Andreas, Jacobus, noem maar op. Ze zijn gegaan tot aan de einde der aarde. Maak alle volken tot mijn discipelen, heeft de Heer Jezus gezegd. Dat is Matthäus 28. Maar begin in Jeruzalem. Die grote stad die zo vijandig mij behandeld heeft, die mij uitgeworpen heeft. Maar daar moet je beginnen. Bij de grootste tegenstanders. In Jeruzalem, dat is Lucas 24. En van daaruit moet je doorgaan, Judea, Samaria en tenslotte tot het uiterste van de aarde. En daarmee vergeleken, dan valt Jona 3, de prediking in Nineveh, eigenlijk in het niet. Wat je daar ziet na Pinksteren, wat er gebeurd is in de wereld, dat het woord overal verspreid is, dan is Jona eigenlijk maar een armzalige Pinksterprediking, maar toch, het is er een voorbode van de Pinksterprediking. In Johannes 4, vers 22, daar lezen we, daar is de Heer Jezus in gesprek met die Samaritaanse vrouw, dan zegt hij tegen die vrouw, het heil is uit de Joden. En dat moeten we nooit vergeten, het heil. Ook die prediking van dat kleine stukje Israël na Pinksteren, het komt uit het Joodse volk. We hebben de Bijbel ontvangen uit de handen van het Joodse volk. De Heer Jezus, de Zoon van God, hij is geboren uit Maria. Hij was een echte Jood. Het heil is uit de Joden. Goed, laatste vraag om over na te denken. Maakt Gods berouw de Heere nu groter of kleiner? Hij deed het niet. Stem voor groter. Ik ook. Ik ook. Ja. Wat maakt het kleiner? Nee, ik denk groter. Groter. Door de werking van de Heilige Geest. Ja. Veel mensen zijn bekeringen. Maar uit jezelf kun je niet tot geloof komen. Nee. Om gegeven worden. Ja. En daar zit brouw bij. Ja. Daar hoort het bij. Dat was al bij Adam en Eva. Ja. Dat hij had eigenlijk brouw van dat het zo ging. Maar gaf zich te kennen van, die komt met een grotere koning. Ja, in plaats van het oordeel om die mensen weg te varen, Adam en Eva, dat ze niet meer mee zouden doen in het hele plan van God. Maar herstelde hij dat. Hè? Hij herstelde Adam en Eva. Ja. Hij kwam met het grote herstelwerk, de verlosser, Christus. En hij doet met ons ieder
eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Hij doet niet anders dan zijn werk herstellen. Weer goed maken wat wij kapot hebben gemaakt. Dat doet de Heer. Dus berouw hebben. Het kwaad kwam voor zijn aangezicht. Dan denk je, nou, hij moet toch wel ingrijpen. Dat is zo'n heilige stad, zo'n janboel daar. Er moet toch wel een keertje wat aan gebeuren. Zo denken mensen dan. En dan hopen ze dat die zulke stenen omgekeerd worden. Maar hij laat het bestaan. Ik heb een moeilijke vraag.